Wist u dat er al zo'n miljoen mensen de aanverboden op televisie lezen? Daarom kunnen we natuurlijk ons blad zo goed en ook voordelig houden. Dus als u een echt fijn programmablad wilt en waar voor uw geld, dan moet u even lid worden. En dat is deze maand super voordelig. Want als u nu belt, dan krijgt u de aanverboden tot 1 juli voor maar 1 tientje. En bovendien, de eerste 4 weken, die zijn gratis. 41, 42. Februari brengt de AVRO North and South over het Amerika van 1840 tot 1870. North and South, de harde strijd tussen twee werelden. Vol liefde, haat, slavernij, macht en rivaliteit. North and South, kijkend Nederland 12 weken lang in de ban van de Amerikaanse vrijheidsstrijd. North and South, vanaf 10 februari. Ook voor series zit goed bij de AVRO. Ja, de politiek is deze week weer volop in bedrijf. De campagne voor de komende verkiezingen staat voor de deur. U weet, 18 maart, de provinciale statenverkiezing. U begrijpt, stof genoeg om over te praten in de wandelgangen. Over naar Sociëteit De Witte in Den Haag. AVRO's Televisie in de Wandelgangen met Kees Meijnten en Herman Dirk. Dames en heren, goedenavond. Hoeveel werklozen zijn er nu eigenlijk in Nederland? Ik vraag het gelijk even hier. Hoeveel werklozen zijn er volgens jou? 768.000. En volgens jou? 700.000. En wat is jouw cijfer? 550.000. Dankjewel. Het is duidelijk, de verwarring is nu al compleet. We proberen vanavond de mythe van dat werkloosheidscijfer door te prikken. En we stellen de vraag of de Nederlandse kiezer wel weet waarvoor in maart de stembus weer open gaat. Wat doet bijvoorbeeld die Eerste Kamer die we op die dag met een omweg zullen kiezen? Onze eerste gast zal zeker actief zijn in die verkiezingscampagne, al staat hij niet op de stembiljetten. Hier is minister-president Lubbers. Meneer Lubbers, welkom. Het kabinet heeft vandaag gesproken over wat zo duur heet de kleine criminaliteit. Zeg maar diefstal uit auto's, het pikken van fietsen, winkeldiefstallen, vandalisme, noem maar op. Nou denk ik alweer een vergadering, terwijl die kleine misdaad maar toeneemt en toeneemt. Het geen woorden maar daden blijkt nog steeds heel moeilijk te zijn in Den Haag.